Hoi, super leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn kanaal. Het is eindelijk weer zover. Ik ben weer een keer naar Primark geweest. En het is tijd voor een shoplog. Ik heb een hele grote tas vol. Eigenlijk als ik erover nadenk, hè, zegt iedereen Primark anders. Want ik zeg Primark, sommige mensen zeggen Primark. Eigenlijk is het zo'n woord waarvan ik eigenlijk niet weet wat de originele uitspraak daarvan is. Maar goed, dat zijn van die dingen waar ik dan over na kan denken. Maar goed, het was voor mij echt een anderhalf jaar geleden dat ik voor het laatst bij Primark ben geweest. Ik ben volgens mij februari 2020 geweest. Dat is net geweest voordat corona uitbrak en daarna eigenlijk ook niet meer. De afgelopen maand mei ben ik een paar keer langs Primark heen gekomen. Maar toen was het gewoon niet te doen om daar naar binnen te gaan. Toen stond er een rij van, nou, meters. Waar je gewoon niet in wilde gaan staan. Maar ik heb het nu gepland. Ik ben op een doordeweekse dag gegaan in de avond. Op koopavond. En het was heel goed te doen. Want ik kon eigenlijk direct naar binnen lopen. Het is heel goed geregeld. Je kunt je handen desinfecteren. Als je met twee bent, hoef je niet allebei per se een tas mee te nemen. Dus dat was wel echt, echt super goed geregeld. Dus ik ga jullie laten zien wat ik dit keer bij de Primark heb gekocht. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik zal zoals altijd de prijzen in beeld neerzetten. Ik heb een paar items gekocht in de sale. Ik zal de originele prijs wel even opnoemen. En de prijs die in beeld staat is dus de prijs die ik ervoor heb betaald. En daar zal ik dan even een sterretje voor zetten. Ik zal ook aanbeelden plaatsen van hoe de kleding zit, zodat je ook een beetje een idee daarvan hebt. Dus laten we dan gelijk beginnen. Ik begin wel even met twee items die ik niet in aanbeelden ga laten zien, want dat is ondergoed. En nee, ik vind het niet nodig om in ondergoed op beeld te komen. En daar voel ik mezelf helemaal niet prettig bij, dus dat ga ik verder niet aantrekken. Maar goed, ik laat het je wel even zien. Eigenlijk altijd als ik bij de Primark kom, neem ik wel eventjes ondergoed mee, omdat hun setjes best wel goedkoop zijn. En ze hebben eigenlijk altijd hele leuke setjes. Ik heb allereerst een beetje een oranje setje. Wat ik wel heel erg fijn vind, is dat deze aan de achterkant een kruis heeft. Ik vind dat zelf heel fijn. En je kunt hem volgens mij ook nog loshalen. Kijk, je kunt hem ook nog loshalen, want er zit hier een soort van haakje aan. Maar gewoon een heel leuk setje met een gewoon broekje erbij. Ja, ik vind hem zelf wel super leuk. Dus die heb ik allereerst meegenomen. En datzelfde setje heb ik ook in een groene kleur genomen. Ik had eerst een witte en een zwarte in mijn mandje, maar die heb ik toen verhaald voor deze kleurtjes toen ik deze zag, want ik heb eigenlijk best wel veel wit en zwart. Ja, dit is verder gewoon hetzelfde setje, hetzelfde broekje, hetzelfde, ja, kijk, ook weer dat haakje op de achterkant. Dus twee hele mooie setjes waar ik weer heel blij mee ben, want ik vind het ondergoed van de Primark echt super fijn, moet ik zeggen. Dan heb ik hier twee truien. Ik wilde eigenlijk wat zomerkleding hebben, maar ik merkte dat de zomerkleding, ja, ze hebben best wel veel zomerkleding, maar heel veel van die crop tops, weet je wel, die dan tot hier zitten. Nou, dat wil ik op mijn leeftijd absoluut niet meer. Dat is misschien leuk als je een jaartje of 16 bent. En als je er op latere leeftijd ook nog prettig bij voelt, is het natuurlijk helemaal top. Ik voel me er zelf niet prettig bij. Dus nee, ik heb dat overgeslagen, maar ik ben wel met twee truien naar buiten gekomen van Disney. En ik heb allereerst deze. Hier staat heel groot Disney op. Ik heb hem in een maatje S genomen. En ik vond deze gewoon heel erg leuk. Het is gewoon zo'n lekkere trui. Ik hou heel erg van truien in de winters. Met deze temperaturen trek je natuurlijk geen trui aan. Maar ik vond deze wel echt super leuk. Dus dat is allereerst deze trui van Disney. Ze hadden echt heel veel soorten van Disney. De trui die valt eigenlijk heel mooi. Van de achterkant zit hij goed. Ja, hij sluit mooi aan. Ook bij de mouwen zit hij eigenlijk perfect. Dus hij trekt niet op als ik mijn armen strek. Dus ja, ik vind hem echt wel heel erg mooi zitten. En ik heb hem ook in het grijs. En hier staan Minnie en Mickey op die elkaar een kusje geven. Hoe leuk. Ook deze is in een maatje S. Ik vond hem zelf wel heel erg leuk. Eigenlijk precies dezelfde trui als die andere. Maar ze zijn wel, het zijn gewoon hele lekkere truien. Ze zien er best wel groot uit voor een S'je, vind ik. Maar ik vond deze wel echt super leuk. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Ondanks dat je nu geen truien gaat dragen. Maar ja, ik weet niet. Ik heb gewoon iets met truien met prints. Ik word daar gewoon op een of andere manier gewoon heel erg blij van.
Nou, de trui zit eigenlijk precies hetzelfde als de zwarte. Mooi aan de achterkant, ook weer mooi bij de mouw. Ik vind dat de print ook heel mooi tot zijn recht komt als ik hem aan heb. Ik heb zeker niet het idee dat ik een S'je draag. Ik vind hem zelf nog best wel wat ruim vallen voor een S. Maar ja, vind hem lekker zitten. Dan heb ik een shirtje, ook met lange mouwen. Met een heel leuk roesje aan de onderkant. Vond ik zelf heel erg leuk. Deze was in de sale nu. Hij kostte officieel 8 euro. Maar goed, hij was dus nu in de sale. Ook deze heb ik in een maatje S genomen. En ik vond hem wel heel erg leuk. Het is heel basic wit, maar ik denk dat roesje aan de onderkant maakt hem nog net iets leuker. Dus dat vond ik zelf wel heel erg tof dat hij dat heeft. Dus ja, ik vond het ook wel echt een heel erg leuk shirtje. Ik vind het stofje ook heel erg lekker, want volgens mij is dit niet echt een synthetisch stofje. Ik ga even kijken hoor. Dit is 100% katoen en daar hou ik wel van. Ik hou van katoenen shirts, dus ja, heel leuk vind ik hem zelf. Ook dit topje zit eigenlijk heel erg mooi. Mooie lengte ook weer. Ik vind het ook echt heel erg leuk hoe de onderkant mooi opkrult. Ook bij de mouwen is hij eigenlijk weer perfect. Dus ja, de pasvorm is eigenlijk gewoon super. Hij zit zeker niet te groot. Dan nog een item uit de sale. En dat is dit groene shirtje met hele kleine soort van bloemetjes zitten erop. Heeft ook zo'n heel leuk roesje aan de onderkant. Maar heeft ook een roesje aan de... Nee, kijk. Het mouwtje is ook een beetje geplooid. Vond ik wel echt super leuk. Deze was officieel 10 euro en nu ook afgeprijsd. Ja, ik vond hem heel erg leuk toen ik hem zag. Ik denk, het is ook een keer wat anders. Ik heb eigenlijk dit soort kleuren nog niet in mijn kast. Dus ik vond hem zelf echt super leuk. Even kijken wat dit eigenlijk voor materiaal zit, als ik het kan vinden. Dit is 90% polyester en 2% elastin. Het is alleen wel heel gek, want er staat een S'je, maar bij Primark zijn maten S dus 38-40. Dus ik had eigenlijk voor het mooie een XS mee moeten nemen. Maar goed, ik vond hem zelf wel echt super, super leuk. Dus ook wel een keer wat anders. Ook dit shirtje valt eigenlijk weer heel erg mooi. Ik vind hem heel erg leuk vallen aan de onderkant zo met die roesjes. En ook die randjes langs de mouwen vind ik heel erg leuk. Dan heb ik dit hele leuke hemdje. Ik vond hem wel heel erg leuk met bloemetjes erop. Het is ook een wat langere. Hij heeft ook hier twee hele leuke splitjes zeg maar aan de zijkant. Maar ik vind hem wel echt super leuk. Ik vond hem lekker zomers. Ook een keer totaal wat anders. Hij is wel een beetje doorschijnend. Dus je moet hier wel iets van een hemdje onderdragen. Nou, ik zie het niet heel goed. Ik heb nu mijn hand er tegenaan. Ik zie het niet heel goed. Maar ik denk wel dat je een beetje huid er doorheen gaat zien. Dus het is wel mooi om hier een extra hemdje onderaan te trekken. Ook deze heb ik in een maatje S. En dit is dus wel echt officieel een S'je. Dus het is wel heel gek hoe de maten soms lopen bij Primark. Maar ik vind deze ook echt super leuk. Het hemdje zit ook werkelijk waar fantastisch. Ik vind hem echt heel erg leuk vallen. Ik vind ook gewoon het patroon heel leuk. Ik vind het ook mooi dat hij echt wat hoger op de oksel zit. En ik vind ook dat hij heel mooi valt aan de onderkant. Dan heb ik een t-shirt en deze kon ik gewoon niet laten liggen. Want deze vond ik fantastisch. Het is dit shirtje. Met allemaal make-upjes erop. Ik zie lippenstiften. Ik zie blushjes. Ik zie nagellakjes. Nou, ik vond hem fantastisch. Ik zag hem en ik dacht, ja, deze moet ik hebben. Ik kan hem even van de achterkant misschien iets beter laten zien. Zodat je het printje heel goed ziet. Kijk eens hoe fantastisch. Ja, het is gewoon een shirtje wat op mijn lijf is geschreven. Ook deze heb ik in de maatje S. Dit is dan ook weer 38-40. Dus ja, S bij Primark. Dat is een beetje... Soms loopt het een beetje gek, maar echt ja, heel erg leuk shirtje. Ja, ik zag het, ik werd er gewoon gelijk helemaal enthousiast over. Ik dacht, die gaat in mijn mandje, want ik vind dit natuurlijk fantastisch. Make-up ben ik, grote liefde, dus dit t-shirt mocht zeker niet ontbreken. Het t-shirt heeft eigenlijk een perfecte pasvorm. Ik vind hem heel erg leuk zitten bij de mouwen. Ik vind hem ook mooi vallen, zowel van voor als van achter. Ja, en die make-upjes die erop staan, die vind ik natuurlijk gewoon fantastisch. Dus ja, ik ben ook heel erg blij met dit t-shirt. Dan heb ik ook een broekje gekocht. En dit is een...
Ja, volgens mij valt het officieel onder een fietsbroekje. Kijk, het is zo'n broekje. Deze heb ik ook in maatje S. Wederom valt dit weer als 38-40. Maar ik vond dit wel heel erg handig om aan te trekken onder een rokje of een jurkje van de zomer. Ja, ik vind het heel erg leuk om rokjes en jurkjes te dragen, maar... Ik voel me, ja, weet je, als je in huis bent, vind ik het op zich wel oké om er niet per se een broekje, zo'n broekje onder aan te trekken en gewoon alleen ondergoed. Maar als je op straat bent, vind ik het toch wel prettig als ik er gewoon nog een extra broekje onder aan heb. Ik weet niet, het geeft me toch een veiliger gevoel. En ik zag deze dus bij Primark. Ik dacht, nou, laat ik er eentje meenemen. Het is best wel een lang broekje. Hij valt zeg maar, ja, heel lang. Het is niet super kort. Hij valt zeg maar meer tot, ja... Het is wel boven de knie natuurlijk, maar ja, ik vond dit gewoon super handig daarvoor. Je zult natuurlijk in de aanbeelden zien hoe die dus echt valt. Maar dit leek me gewoon een ideaal item om gewoon ja, te gebruiken. Dus onder een rokje of een jurkje, want ik dacht ja, het geeft mij gewoon een prettiger gevoel. Dus ja, ik vond het wel een heel goed aankoopje ook. Het broekje valt goed, de maat is prima. Ik vind het niet heel flatteus eruit zien als je hem zo draagt, tenminste bij mezelf dan. Maar ja, onder een rokje gaat hij perfect zijn. Ik vind de lengte ook eigenlijk wel heel erg mooi. Ik laat ook even zien hoe het er onder een rokje uitziet. Zoals je kan zien valt hij eigenlijk niet op als je een wat langer rokje draagt. En ik vind het zelf gewoon een heel comfortabel gevoel hebben als je er zo'n soort broekje onder draagt. Dan heb ik nog twee paar sokken meegenomen. Ik heb allereerst... deze sokken meegenomen met een soort tie-dye effect. Vond ik wel heel leuk. Kijk, met deze effecten er dan in vond ik wel heel erg leuk. Dat is ook eigenlijk altijd iets wat ik meeneem bij Primark sokken. En ze hebben dan ook met groen en blauw. Dat vond ik ook wel heel erg leuk. Tie-dye zie je natuurlijk nu heel erg veel. Heel veel mensen doen het ook op shirts. Nou ja, ik vond deze sokken wel heel erg leuk. Deze heb ik in maat 37 tot 42. Dat past dan altijd. Dus ja, die vond ik ook echt wel gewoon heel erg leuk. En de sokken bij Primark zijn ook gewoon eigenlijk altijd heel erg betaalbaar. Dus die vond ik ook echt super leuk. Dan heb ik hier nog een setje met sokken van Disney. En dit zijn van die schoensokjes. Dus die laag bij de voet zitten. Ja, en ik ben gewoon wel fan van Disney. Ik heb hier allereerst dus eentje met mini drop. Nou ja, er zitten natuurlijk twee sokken in. Het zijn drie paar. Nog eentje met mini die zich een beetje schaamt. Die heeft er handjes voor de ogen. En deze mini, die zie je van de achterkant met haar handtasje. Dus die vond ik ook echt wel super leuk. Deze waren afgeprijsd. Ze waren eerst €3,50. Maar ik vind het gewoon altijd wel handig om ook van die kleine sokjes te hebben. Dus hier ben ik ook ja, super blij mee. En dan ben ik ook gelijk al toe aan het laatste item. En dat is deze Apple Watch strap. Ik heb natuurlijk zo'n Apple Watch. En ja, het is gewoon wel fijn zeg maar om goede bandjes daarvoor te hebben. Ik heb ook bandjes van AliExpress en die zijn niet zo heel stevig. Ik merk dat deze het stevigst zijn. Dit is een origineel Apple bandje, maar die dingen zijn ook gewoon gigantisch duur. Toen kwam ik deze tegen bij de Primark en ik vond het kleurtje zo fantastisch leuk. Het is een fel roze kleurtje. Dat vond ik echt super leuk. Deze is compatible met de 38 en 40 mm Apple Watch. En ik heb zelf de 38. Ja, ik werd hier gewoon nog helemaal vrolijk van toen ik deze zag. Dus ik dacht, ja, die ga ik meenemen. Je had hem ook in het lila. Maar ik vond roze toch wel het leukste. Dus die heb ik dan ook nog meegenomen. En daar ben ik ook super blij mee. Want dan heb ik een lekker vrolijk bandje. Want deze bandjes gaan wel wat sneller ruiken. Dus ik weet niet of je ze op een of andere manier schoon kan maken. Maar dan heb ik er in ieder geval eentje bij. Daar ben ik heel erg blij mee. Het bandje valt heel mooi om mijn pols heen. Je kunt hem natuurlijk zo strak of los mogelijk doen als je zelf wilt. Ik merk wel dat deze er iets stroever omheen gaat met vastmaken dan dat je dat een bandje van Apple zelf hebt. Maar op een gegeven moment lukt het gewoon en valt hij eigenlijk heel mooi. Wat ik je nog wel wil meegeven is dat je momenteel bij de Primark geen kleding mag passen. De pashokjes zijn gesloten, dus je moet het echt thuis passen. Maar als het niet past mag het natuurlijk terug. Alleen ondergoed mag je niet ruilen. Dus daar moet je wel heel zeker van zijn of het je juiste maat is. Maar door corona zijn de pashokjes nog steeds gesloten. Ja, nu het wat beter gaat met corona,
zullen ze toch wel misschien binnenkort de pashokjes weer gaan openen. Maar op het moment dat ik dus bij Primark was, was passen nog niet mogelijk. Dus ja, dat kan een lastig ding zijn. Vooral als je bijvoorbeeld een Primark ver weg hebt en je er speciaal voor naar Primark gaat, is het wel lastig dat je niet kan passen. Nou, dat waren dan alle spullen die ik heb gekocht bij Primark. Ik heb niet overdreven veel gekocht. Ik vind dat ik het nog best wel netjes heb gedaan. Het is niet dat ik een hele tas vol heb. Ik ben wel eens met meer naar buiten gekomen bij de Primark. Maar weet je, ik heb nu gewoon weer een aantal leuke items. Zoals ik zei, ja, echt zomerdingen die... Ja, zoals die t-shirts hebben ze dan wel. Zoals dat hemdje hebben ze wel. En dat vond ik wel super leuk. Maar ja, het moet ook je stijl zijn. Ik kijk daar wel een beetje naar. Maar ik ben met deze aankopers in ieder geval wel weer super blij. Ja, je hebt op de aanbeelden kunnen zien. Ik zou in het vervolg toch wel beter op de kaartjes letten. Als er een S'je op staat, zou ik dus wel even binnenin kijken van... Is dit 34, 36 of 38 of 36, 38? Dat zou ik het liefst hebben, want dit is dan natuurlijk 38, 40 wat ik zei. Dat is eigenlijk gewoon toch wel te groot voor mij. Dus ik zou van sommige items best wel een XS'je kunnen hebben. Omdat ik merk dat de kleding van Primark toch over het algemeen iets groter valt dan dat... Ja, er aangegeven wordt. Maar goed, ik ben in ieder geval met deze kleding weer super blij. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij het leukste item vond. Want ik heb gescoord. Ja, misschien vind je het helemaal niks. Dat kan natuurlijk ook. Misschien heb je zoiets, nou, het is mijn kledingstijl niet. Dus, hè, dat mag natuurlijk ook. En ik ben ook wel benieuwd of jij alweer bij Primark bent geweest. Of dat je überhaupt bij Primark komt. Of dat je zoiets hebt, nou, ik kom daar helemaal niet. Dat kan natuurlijk ook. Laat het zeker even weten bij de comments. Voor nu wil ik je in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het ook leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Dat kan door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf door de rode button aan te klikken. Daarnaast staat ook een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding van zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Wil ik je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij je volgende video weer te mogen zien. Doeg!